Hoi, in deze aflevering ga ik deze diamond painting maken. Dit is een van de 4 diamond painting die ik heb gekocht bij Action in de serie van Bob Ross. Er zijn ongeveer, ik geloof, 5 paintings te koop van Bob Ross die je dan kan maken. En deze paintings kosten €2,89 per stuk. Deze paintings zijn partial art diamond paintings, dus dat betekent dat je niet alles gaat plakken met de steentjes. Hier zie je dus dat dit allemaal geschilderd is door Bob Ross. Tenminste, het is dus, zeg maar, een bedrukking van een van zijn schilderijen. En wat je dan dus hier gaat plakken met de steentjes is dus alleen dit deel hier zo in het midden. Het waterrad, dat is dus wat je gaat beplakken. Maar de rest, dus de natuur, dat is allemaal gewoon bedrukt. Nou, dat noem je dus een partial art painting. Om te beginnen moet je eerst plastic los zien te maken. Plastic is helemaal over het canvas heen, want het is een schilderijtje, tot aan de achterkant. En het is helemaal hier vastgemaakt aan de nietjes. Nou, het makkelijkste is als je even met een pincet of iets wat je erachter kan steken, als je ze dan zo lostrekt van de nietjes. En dan ga je dus zo eigenlijk overal het plastic langs van alle nietjes om ze los te maken. Je moet even hieronder wat meer moeite doen, want dan zul je het hier even los moeten knippen. Want het zit hier ook helemaal onder het canvas vast. Dus daar zul je het eventjes met een schaar los moeten knippen. Kijk, zo zie je wel. Het gaat helemaal hieronder door. Dus dat moet je even losmaken. Ik heb al het plastic weggeknipt. En ik heb eigenlijk gewoon alleen hier een soort rechthoek gelaten om het plaatje heen. Zodat als ik straks aan het werk ben, dat ik niet gelijk alles af hoef te halen en dat dus alles plakt en ik per ongeluk met mijn hand zo opleun. Dus verder heb ik de rest gewoon allemaal weggeknipt en heb ik nu gewoon even een werkbaar stukje plastic overgelaten. Je gaat aan de slag met een aantal kleuren. Het zijn er niet zo heel erg veel. Het gaat om ronde steentjes die je dus gaat plakken. Om te beginnen knip ik dus alle zakjes los en de zakjes gaan in een klein bakje. Heb ik ook best wel lang geleden al bij Action gekocht. Maar omdat het dus om maar slechts een aantal zakjes gaat, kunnen ze er zo in het bakje. En zo is de painting helemaal klaar. Op zich een leuke painting. Ziet er wel leuk uit en zo'n 2 uur werk. Tijdens de video heb je me ook andere gereedschappen zien gebruiken. Deze 2 komen dus niet uit dit pakket. Dat is gewoon van mezelf. Heb ik dat? Het viel me tijdens het werken op dat er gewoon heel veel rijtjes van boven naar beneden zijn. Je kan het hier ook allemaal wel zien. Nou, dat vond ik dan toch wel prettiger om hiermee 4 tegelijk te kunnen plakken. En dan steeds in rijtjes van 4 zo netjes naar beneden te kunnen plakken. En wanneer ik niet netjes had geplakt, want het is niet altijd makkelijk om met een multitool te plakken. Dan gebruikte ik dus zo mijn schuivertje en dan plaats ik hem zo tussen de rijtjes tussendoor. En dan schuift hij dus beide rijen gewoon netjes op. Nou, en dan doe ik dan altijd van links naar rechts en dan van boven naar beneden. En dan ziet het er wel weer netjes uit. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.